Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om de eerder afgeschafte quarantaine voor personen uit Nederland wederom in te voeren. Dit vanwege de groei van het aantal COVID-19 gevallen in dat land. Minister Umar Ramadien zegt dat personen die vanuit Nederland naar Suriname komen een negatief COVID-resultaat moeten overleggen dat niet ouder is dan 48 uur. Deze mensen moeten ook voor 10 dagen in quarantaine, waarbij ze zelf moeten opdraaien voor de kosten. De bewindsman zegt dat gekeken is naar hotels die gebruikt kunnen worden als quarantaineplekken. Dat we voor deze week een grace period inlassen, vanwege het feit dat dit een spoedmaatregel is, hebben we natuurlijk niet alle voorbereidingen kunnen treffen. Feit is wel, dus voor deze week, dat de mensen geen test hoeven te brengen of te overleggen, maar dat men geadviseerd zal worden om in zelfquarantaine te gaan. Dit is in Nederland zelf ook een algemene maatregel. Als u uit een hoog gebied komt, een risicogebied, hoog risicogebied, dat u wordt geadviseerd om in zelfquarantaine te gaan. Dus de Nederlanders kennen die maatregel, kennen die regel, die instructie. Het is een verzoek dat veelal gedaan wordt. Wat u wel moet meenemen deze week, is dat de mensen wel een adres moeten opgeven waar ze zullen verblijven. Omdat wij van de overheid alle tijden controle kunnen uitoefenen. En de mensen zullen gevraagd worden om in quarantaine te zijn voor 10 dagen. Dat betekent, indien BOG of NCCR of een andere overheidsinstantie het nodig vindt u op te sporen, op te zoeken, dat u dan wel op de plek moet zijn. Ramadien haalt verder aan dat ook de mogelijkheden worden bekeken van zelfquarantaine. Dit zal gelden voor mensen die in Suriname een geschikte ruimte hebben waar ze kunnen verblijven gedurende de quarantaineperiode. Ingezetenen die terugkomen, maar toch wel een eigen quarantaine willen en over een eigen locatie beschikken, dat ook gekeken wordt naar modaliteiten om die personen met goede afspraken te accommoderen in hun eigen faciliteiten, waardoor de kosten voor de personen ook minder worden. Dus we kijken ook naar die mogelijkheden, omdat we niet onnodig personen in de kosten willen jagen. Maar het mag ook niet zo zijn dat de overheid gaat inkomen voor de kosten die gepaard gaan met quarantaine voor toeristen. Dat zal uit uw eigen initiatief moeten komen. Tot zover minister Umar Ramadien van Volksgezondheid. Hij sprak gisteren in de congreshaal op de COVID-19 update persconferentie.